welkom terug. Deze keer ging het helemaal goed. Zag je dat? Mevrouw kreeg de wendigheid in om achter haar gelijk de knop van die computer uit te zetten. Echt wel. Heel een keer aangevraagd, All Summer Long van Kid Rock. Ja, ik lijk nogal te snissen volgens sommigen. Rock, Kid Rock is het, ja. Even die akkoorden uitleggen. Heel makkelijk voor de beginners, ja. Kom voor een D-akkoord. Een C-akkoord. En een G-akkoord. Ja. Dit nummer is eigenlijk gebaseerd, moet ik jullie even uitleggen, op het nummer Sweet Home Alabama. Ja, en dat zingen ze ook in de tekst dat jullie hem gaan uitdraaien. Jullie zullen dat nummer misschien een heleboel onder jullie vast wel kennen. Singing Sweet Home Alabama all summer long. Ja, ik ga even die slag met jullie uitleggen. Let op, daar gaat ie. Gaat die slag, daar gaan we, zoals meestal het struikelblok, ja. Je begint zo. Dus alleen maar. Dan ga je naar het C-akkoord. G. D. C. G. C, do, 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 G, do. Gaan we dus op prima de D. C. G. C, D. C. G. D en de C. En de G. Blijf heel lang hangen, namelijk op de G, kijk maar. Kijk al een paar e-mails van iemand van, ja, maar ik krijg nooit het effect eruit. Hoe wij dat in de gitaarweer noemen, zeg maar, doen we ook wel eens een volwassen slag. Dat betekent namelijk dat er heel groot volume zit in de slag. Je kan natuurlijk zo spelen. Maar als je een soort effect af hebt van... Wat doe je dan? Goed kijken. We hebben nog even tijd ervoor, dacht ik, hè, schat? Ja, het is bijna 4 minuten. Kan je even op mijn hand is, als je wil. Zal ik eens even uitleggen met een plektrum. Ik pak namelijk mijn plektrum. Pak ik zo een beetje, dus de duim en de middelvinger pak ik een beetje. Als ik nou ga aanslaan, dan sla ik eerst aan met een gedeelte van mijn vinger hier over de snaar. En dan pas komt de plektrum en dan krijg je dit effect. Hier. Dus als het ware ga ik eigenlijk met dit gedeelte eerst over de snaar heen, voordat het hard geluid krijgt, dan komt de plektrum. Als jullie gaan beginnen te spelen met een plektrum, begin dan met een hele zachte plektrum. Want neem je namelijk een harde plektrum, je gaat omhoog met je slag, blijf je haken. Heel vaak. Ja. En met zo'n slag, zachter niet. Kijk, dan ga je er dwars doorheen. Zie je? Dus hou een beetje tussen de duim en de middelvinger. En probeer gewoon rustig over die snaren heen te laten gaan. Ja, bij D-akkoord probeer je alleen maar de onderste 4 snaren aan te raken. Het G-akkoord mag je alles van mij doen. Mag je altijd van mij doen. En de C-akkoord ook. Het beste van C-akkoord of hier eigenlijk, maar bij normaal een slag valt ook wel mee, ja? Oké, er komt er nog een stukje in voor, dat horen jullie wel. Dat is dit. Krijg je dit. Dat is eigenlijk, hebben ze het opgepikt van Sweet Home Alabama. Ja, dat is gewoon het D-akkoord. Dan doe je namelijk de D-snaar 2 keer aanslaan. Goed kijken. Dus je hebt het D-akkoord vast, hè. Dan ga je dus D-snaar aanslaan. B-snaar aan. Dan krijg je. Dan doe je de A-snaar open, zet je pink neer op de A-snaar, derde positie met je pink. Dus krijg je. Dan weer terug naar de B-snaar. Ja. Dus krijg je dit. Ja, dan gaan we een klein stukje door. Hoef je niet te doen, klinkt wel leuk. Ja. Nog maar een keer de slag, hoeveel minuten zitten we, schat? Bijna 6 minuten. Bijna 6 minuten, ja. Dan gaan we nog 1 keer.
heel lang aan op te geven. Dus met de D. C. G. Een stukje te dood doen, bij alleen bij het refrein. Sing a sweet home Alabama all summer long, ja. Ja, oké. Okay. Tot binnenkort. Helemaal weer toppie. Leuk nummer in de zomer. Nee. Hoi hoi.